Dank u. Ja, en zo breekt er in je huwelijk een compleet nieuwe periode aan. Een periode ook waarin je te maken krijgt met zaken waar je toch voorheen geen weet van had. Zo moest ik voor na de onderzoek onder een scan. En vooraf kreeg ik door een verpleegster een zogeheten contrastvloeistof ingespoten. En terwijl ze dat deed, zei ze heel geheimzinnig: dit geeft zo dadelijk een heel eigenaardig gevoel. Dan ben je ermee op de hoogte. Ik zei, oké. En meteen erop zei ze: kleed je maar helemaal uit, Herman. Ik zei, mijn vrouw staat erbij. Mijn vrouw hoorde dat en ze begon te lachen. Ja, moet u nagaan, mijn vrouw begon te lachen. En ze zei, goh, dat geeft toch niks. Doe maar gewoon wat ze zegt. Ik dacht, de wereld verandert dus toch echt als je iets onder de leden hebt. En eerlijk gezegd vond ik dat nog niet zo verkeerd. Nee, want in die folders en in die praatprogramma's wordt wel uit een treuren verteld wat voor narigheid je allemaal kunt verwachten. En dat klopt ook allemaal wel. Maar de leuke dingen laden ze weg. Nou, die heb ik nu dan even heel snel verteld. En daar wou ik het ook graag bij laten voor wat het onderwerp betreft. Want ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Eigenlijk niks. Nee, eigenlijk kun je er niks meer van zeggen. Want uiteindelijk is het met zo'n ziekte zo: als je het hebt, is het heel vervelend. Maar als je het niet hebt, is het mooi meegenomen. Dus eigenlijk zitten er twee kanten aan zo'n ziekte. Ja. En als je dan ook nog eens leest dat de B-geliëerde lymfocyten 3 keer zo confusiaal zijn als de T-geliëerde luminaal. Ja, waar praat je dan over? Dan praat je over googelen op internet om maar alles te weten te komen over je aandoening. En dat is het laatste wat ik ervan ga zeggen. Dat moet u dus zeer beslist niet doen. Nee, als u gaat googelen om maar precies te kijken wat je allemaal hebt, dan word je depressief. En dan zie je binnen de kortste keren de wereld door een wel zeer gekleurde bril. Jazeker. Zo liepen mijn vrouw en ik na een middagje googelen door het park. Kijk, zei ze, een knobbelzwaan. Ik zei, ja, maar hij lijkt me wel goedaardig. Ja, maar daar ben je niet goed bezig. Dat is niet goed, dat moet je niet doen. Maar goed, dat was dat. Dat was dat.